In februari werd ze de verrassing van de Olympische Spelen in Pyeongchang met goud op de 3000 meter. Nu ratelt ze maar enthousiast door over een derde plaats, 4.01,77, op de NK-afstanden. Het is misschien een beetje gek om zo blij te zijn met een derde plaats, maar deze betekent veel voor mij. Vreemd is dat niet. Eind oktober in Seoul begonnen vrij mysterieuze klachten aan haar darmen. Ruim 2,5 week had ze zoveel buikpijn dat ze alleen had omdat het moest. Terwijl ze haar ploeggenoten van Jumbo wereldbekerwedstrijden zag winnen, zat zij thuis en verloor ze 3 kilo. Inmiddels is het euvel verholpen en is ze weer zo'n 3 weken in training. Het bleek precies genoeg om zich te plaatsen voor de belangrijke internationale toernooien. Ondanks 2 moeizame wissels met Reine Anema tijdens haar 3000 meter race eindigde ze keurig achter Antoinette Jong en Irene Wüst en volgens mij Visser als derde en is ze zeker van de WK-afstanden in Insel. En door haar prima 1500 meter kan ze ook deelnemen aan het Eco Round in Colombo. Oh, god, dan moet ik ook daar nog naartoe. Daarna, lachend. Het wordt mijn eerste allround kampioenschap. Hartstikke leuk. Mooie baan, mooie sfeer. Richting de Spelen ben ik daar heel goed geworden. Ik kijk er naar uit.